Een 45-jarige vader uit de Arnhemse wijk Immerlo mishandelde jarenlang zijn eigen gezin. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man mishandelde en bedreigde zijn vrouw en zijn 5 kinderen tussen 2006 en 2018. Het langst gebeurde dat in Emmeloord en vanaf 2015 ook in de Arnhemse wijk Immerlo. De aanklager eiste ook een contact- en locatieverbod dat bij elke overtreding 2 weken cel oplevert.